En dan, dames en heren, groot nieuws. Er is een boot langs een eiland gevaren. Hier. A Chinese aircraft carrier was spotted sailing through the Taiwan Strait on Friday morning. Ja, een Chinees vliegdekschip is vanmorgen langs Taiwan gevaren. Waarom is dit nieuws? Nou, dat wil ik graag weten. En daarom is het tijd voor... Avondshow tot op de bodem, waarin we zaken tot op de bodem uitzoeken. En veel vaker nog, net daarboven. En vandaag gaan we het hebben over Taiwan. Het land dat stevast tweede wordt op de Texel Lookalike Contest. Vlak achter Texel. Blijf gek dat Texel zelf ook mee mag doen. Maar goed, ik ga daar niet over. Taiwan dus. Taiwan is een eiland ten oosten van China. Er wonen ruim 23 miljoen mensen. En sinds de inval in Oekraïne is het opeens heel vaak in het nieuws. En Xi Jinping, de Chinese president, die heeft nog steeds de ambitie om bijvoorbeeld Taiwan in te lijven. Ja, want China die kijkt nog met argusogen ook naar Taiwan. Hè? Het soevereiniteitsbeginsel is voor China ook wel van belang. Ja, vanwege Taiwan. Vanwege Taiwan, ja. Eigenlijk is Taiwan is hun Oekraïne. Ja. Dat is niet wat je wil horen op dit moment, dat je iemands Oekraïne bent. Zeker niet dat van China. Maar de angst is nu dus dat China denkt... Rusland die kan gewoon zijn gang gaan. Is zo'n militaire, zo'n speciale militaire operatie niet ook wat voor ons? Want net als Rusland met de Oekraïne vindt China dat Taiwan bij China hoort. En dat was vroeger ook zo, maar in 1949 werd Chiang Kai-shek, de leider van de nationalisten, verslagen door de communisten van Mao Tse-tung. En van Mao weet ik twee dingen... 65 miljoen doden en een uitstekende zwemmer. En vooral vanwege dat laatste moet ik bij Mao altijd denken aan Erika Terpstra. Chiang Kai-shek vocht in de vorige eeuw met Mao Tse-tung om de macht van het grote China. Mao Tse-tung won en Chiang Kai-shek vluchtte met 2 miljoen van zijn aanhangers hier naar Taiwan. Werd de leider van Taiwan en maakte hier een soort kapitalistisch China van. En sindsdien is het hommeles. Tussen Taiwan en China. Precies, hommeles. Uit de mond van Erika Terpstra klinkt zelfs het grootste geopolitieke conflict nog best wel gezellig. En gezellige dingen klinken al helemaal gezellig bij Erika. Woman, je de gelangkwo. En woman, I, Taiwan. Ja! Yeah. Hey. Dit is leuk! En dat zegt ze voor de zekerheid in het Nederlands... zodat ze in Taiwan niet doorhebben dat ze het heel erg naar de zin heeft. Dat is namelijk geheim. Nou, China die ziet Taiwan dus als een afvallige provincie... maar Taiwan vindt zelf dat het een onafhankelijk land is. En ze hebben ook een eigen leger, een eigen paspoort en een eigen munteenheid. En Taiwan heeft ook iets wat China niet heeft, namelijk democratie. Met echte verkiezingen en een echt parlement en een echte premier. En ja, die ligt ook wel eens onder vuur. Sudan Chang was struggling to try to get to the podium at a parliamentary session, preparing to give a speech. But before he was able to do so, he was blocked by a KMT lawmaker who was about to pour a bucket over him. And it turned out to be a bucket full of pig intestines. Ja, en dan klagen wij wel eens dat Vera Bergkamp geen orde kan houden. Mevrouw Marijnissen, wilt u die darmen alstublieft via de voorzitter gooien? Dank u wel. Varkens ingewanden ook echt. Dat is echt. Dit is leuk! Nee, Erika, nee! Dat is niet leuk, dat is ba! Nou, Taiwan die lijkt in alle opzichten een echt land... maar toch wordt het maar door 14 landen officieel erkend. En dat zijn niet de landen die als eerste gekozen worden met gym, zeg maar. Nauru, Palau, Tuvalu. En de belangrijkste bondgenoten van Taiwan zijn Paraguay en Vaticaanstad. Vaticaanstad. Als je daarvan moet hebben in de oorlog... dan denk ik niet dat China zich zorgen maakt. Ja, misschien dat ze de kinderen even binnenhouden. Wat? En die lijst met landen die wordt elk jaar korter... doordat China het ene na het andere land onder druk zet om Taiwan te ontvrienden. Dat heet het één-China-principe. Als je banden wil met China, dan mag je Taiwan niet erkennen. En iedereen wil banden met China, want anders heb je geen klittenband-dartboard meer. He, dan heb je geen glow-in-the-dark aansteken van Hello Kitty. Maar ook geen zinloze troep, zoals mobiele telefoons en medicijnen. En die tactiek die werkt. Tot 3 maanden geleden werd Taiwan ook nog erkend door Nicaragua. Maar toen zei China, we willen misschien wel investeren bij jullie. En toen zei Nicaragua opeens, Taiwan? Nee, dat land ken ik niet hoor. Nee, ik heb er nooit van gehoord. Nee, dat is niet eens een naam volgens mij toch? Taiwat? Wat een raar lachje heeft Nicaragua. Maar goed.
Wat een laf land is dat Nicaragua. Dan ga je dus gewoon Taiwan niet erkennen voor een beetje geld. Nederland erkent Taiwan trouwens ook niet. Maar ja, bij ons gaat het om heel veel geld. Dus ja. Maar goed, daarom is er in Nederland ook geen Taiwanese ambassade. We hebben wel dit. Dit pand in een chique Haagse wijk ziet eruit als een ambassade. Hallo. Hallo. Het functioneert als een ambassade. Maar we mogen het absoluut geen ambassade noemen. Nee, meneer, dit is geen McDonald's. U mag doorrijden naar het tweede raam, want uw Big Mac is klaar. Welkom bij geen McDonald's, uw bestelling alsjeblieft. Dus we spelen dus met z'n allen dat Taiwan geen echt land is, omdat China dat wil. En dat zie je ook tijdens internationale bijeenkomsten. Want dan doet Taiwan mee onder de naam Chinees Taipei. Zoals bij de Olympische Spelen. En als ze winnen, dan wordt er een alternatief volkslied gespeeld. Hoe klinkt dat dan? Worden er dan dingen weggebliept of zo? Kameraden, sta op voor... Het mooiste... van allemaal. En China kan de... krijgen. Vuile... vuile... je moeder. Echt volk niet. Maar Taiwan heeft dus weinig vrienden. En de grote vraag is nu, gaat China Taiwan veroveren? Net als Rusland met de Oekraïne doet. Wat zegt China zelf? Taiwan is niet Oekraïne. Taiwan is altijd een deel van de Chinese land. Het is onbestrijdelijke geschiedenis en feiten. Ja, China zegt dus, nee joh, wij kunnen Taiwan niet veroveren, want dat is al van ons. Dat is lekker geruststellend, hè? Alsof je een inbreker betrapt. En die zegt, stelen? Nee, dit zijn al mijn spullen. Oh, oké. Nee, dan ga ik weer naar bed. Maak je het niet te laat? Maar intussen is China Taiwan flink aan het intimideren. In oktober meldde Taiwan een record aantal schendingen van het luchtruim door China. Of zoals China dat noemt, binnenlandse vluchten. Ze zijn wel wat gewend in Taiwan, maar nu... op één dag een recordaantal van 38 Chinese gevechtsvliegtuigen bij het Taiwanese luchtruim in de buurt is geweest, worden ze daar toch wat zenuwachtig. 38 Chinese gevechtsvliegtuigen. Dat was ook de B-kant van het singeltje 99 luftballons van Nena. Ach, toen draait zich Chinese kampvliegtuigen. Vliegen durch meinen Luftraum. Dat is nooit een hit geworden. En vandaag is er dus een Chinees vliegdekschip langs Taiwan gevaren. En of China het echt gaat doen, dat hangt eigenlijk af van één ding. Namelijk de vraag of Amerika Taiwan zal verdedigen. Biden die zegt nu nog van wel. Maar straks zit deze gast er natuurlijk weer. En daarna misschien wel deze gast. Die is helemaal gek. Of zoals Erika Terpstra zou zeggen, wat een Kanye! Maar dit gaat niet zomaar voorbij, dus we moeten echt even nadenken. Er zijn nu drie opties. Optie 1. We bellen Xi Jinping en we zeggen, weet je wat? Je krijgt Texel. Kan. Het ziet er bijna hetzelfde uit als Taiwan. Niet helemaal hetzelfde, dus iets kleiner, een beetje goedkoper namaak. Dat is wel lekker voordelig. Optie 2. We erkennen Taiwan en we zeggen tegen China, fuck you. Maar dan moeten we wel even kijken wie al onze spullen gaat maken. En optie 3, misschien wel de meest waarschijnlijke. We gaan leidzaam toezien hoe de weer een democratie naar de tering gaat door een totalitaire kutstaat. En tot zover! Ja. Mensen, de winter is voorbij. Als je een strak algoritme wil hebben in de zomer, kijk dan nu verder op NPO Start.